die dag is er een corona-gerelateerde dode doorgegeven aan GGD. Ik bel eigenlijk om door te geven een overlijden van een patiënt 39 jaar ten gevolge van corona. Als iemand claimt dat er sprake is van COVID-19, als doodsoorzaak, dan zul je dat moeten bewijzen. En als je dat niet kan bewijzen, dan is die doodsverklaring flauwekul. Ik heb een patiënt doorgegeven die gisteren is overleden aan corona, 39 jaar en niet gevaccineerd. Als je de mensen niet onderzoekt, is een dergelijke uitspraak zinloos. 14 september kwam Blackbox met een uitzending waarin we feilloos blootlegden hoe Nieuwsuur samen met een huisarts in Kerkrade een verhaal anseneerde rondom een coronadode van 39 jaar die nog geleefd zou hebben als ze was gevaccineerd. Als deze vrouw zich had laten vaccineren, dan was ze niet zo ernstig ziek geworden en was ze er niet aan overleden. Afgezien van de merkwaardige claim van de huisarts bleek ook de lezing van de doodsoorzaak niet te kloppen. De arts beweerde op tv dat de vrouw aan corona was overleden, terwijl de GGD in een persverklaring sprak van een mogelijk corona-gerelateerd thuisoverlijden. We hebben jullie beloofd nader onderzoek te doen en hebben een smoking gun gevonden. We spraken met de persoon die de 39-jarige vrouw dood vond op bed en de ambulancearts heeft horen verklaren wat de werkelijke doodsoorzaak was. Ook spraken we een forensisch arts, een patholoog. Maar voor we verder gaan, eerst even een korte update. 1 september jongstleden zond Nieuwsuur een reportage uit over de wijk Heilust in Kerkrade, waar de vaccinatiegraad zorgelijk laag zou zijn. Zo laag dat een 39-jarige ongevaccineerde patiënt aan corona zou zijn overleden. Er ontstond al snel veel commotie, want op tv was overduidelijk te zien dat er door de arts geacteerd werd. Dat was de GGD. Ik heb een patiënt doorgegeven die gisteren is overleden aan corona. Op 2 september kwam Nieuwsuur zelf met een schriftelijk statement dat de opnames waarbij de huisarts de GGD opbelde om de melding van de coronadode te rapporteren in scène was gezet, om privacyredenen. Maar zonder dit erbij te vermelden. En dat is in strijd met hun eigen journalistieke code. Als deze vrouw zich had laten vaccineren en was ze er niet aan overleden. De huisarts beweerde vervolgens dat als de patiënt zich had laten vaccineren, ze nu nog geleefd had. Een bewering die wetenschappelijk, maar ook moreel niet door de beugel kan. En daar sloeg onderzoeksjournaliste Annelies Strikkers op aan. In de vorige uitzending werden de ongefundeerde beweringen van de huisarts al aan de kaak gesteld. Zo ook het framen van de bewoners uit Heilust als barhangende complotdenkers versus de alwetende arts die zich zorgen maakt over de lage vaccinatiegraad in een wijk waar corona nauwelijks een rol speelt, getuige het corona-dashboard van het RIVM. Is de vrouw van 39 werkelijk aan corona overleden? Of zit de vork toch iets anders in de steel? Wij spraken de persoon die de overledene dood aantrof op bed en de ambulancearts de doodsoorzaak hoorde verklaren. Maar gek genoeg, het woord corona is daarbij niet gevallen. Deze uitzending eindigt op YouTube hier. En dat is misschien maar beter ook. Want het moet stoppen met de censuur. Klik op de link onderin en kijk verder vanaf onze website.